Welkom bij een nieuwe aflevering van Limburg van Boven. Vandaag vliegt onze droom boven Halen, boven kasteel Aldegoor om precies te zijn. Een prachtige burcht, omringd door een gracht. De eerste vermelding van Aldegoor is in 1212. Het gaat in die tijd om een versterkt huis van de heren van Goor de Horne. Wanneer die heren in Neer een nieuw kasteel bouwen, noemen ze het de Nije Goor. Best logisch dus dat hun onderkomen in Halen wordt omgedoopt tot Aldegoor. Het kasteel is een paar keer van eigenaar gewisseld. De laatste bewoners van Adel waren de familie de Keverberg. Zij hebben 300 jaar op Aldegoor gewoond. Op de binnenhoek staat een zware ronde toren van baksteen en mergel uit de 15e eeuw. De hoge spits er bovenop is van rond 1700. Het hoofdgebouw van kasteel Aldegoor bestaat uit twee haaks op elkaar staande vleugels met zogenoemde wolfsdaken. Het kasteel heeft in het verleden 4 torens gehad. 3 daarvan zijn tijdens de 80-jarige oorlog door de huurlingen van het Oranjeleger vernield. Het kasteel heeft tevens een haakvormige voorburcht uit de 17e en 18e eeuw, met erin de toegang tot het kasteel, die over een gemetselde brug gaat. Begin vorige eeuw kwam het kasteel Aldegoor in bezit van de zusters Ursuline en werd het omgedoopt tot klooster. Aldegoor is ook nog bijna 50 jaar klein seminarie voor missiepaters geweest. Na de Tweede Wereldoorlog werd Aldegoor een aantal jaren gebruikt door een antiekhandelaar. Maar rond 1976 kwam het kasteel in particuliere handen. Deze bewoners exploiteerden jarenlang een stoeterij van IJslandse paarden. Deze paarden werden getraind in de kasteeltuin. Tijd om afscheid te nemen van kasteel Aldegoor. Tot de volgende Limburg van Boven.